Producenten moeten zo min mogelijk afhankelijk zijn van de overheid. Dit is waarnaar het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij streef, liet minister Prahlaat Sildin vandaag in het parlement weten. Aan de hand van dit streven zullen meer plaatsen geïdentificeerd worden om waterschappen op te richten. Het land heeft reeds 13 waterschappen, waarvan 12 in Nikeri zijn. De waterschappen zijn een grote hulpmiddel voor producenten. Aan de andere kant zal bij het goed functioneren van de waterschappen een behoorlijke besparing voor de overheid opleveren. Door de stakeholders, vooral de boeren, goed te organiseren, worden zij aan de ene kant weerbaar gemaakt tegen uitbuiting, onder andere, en inefficiëntie, terwijl aan de andere kant door collectieve activiteiten de productiekosten omlaag kunnen. Sildin zei verder dat coöperaties ook fondsen kunnen opzetten om bepaalde zaken zelf te kunnen financieren. Dit helpt de overlevingskansen van ondernemers in de landbouwsector te garanderen. In dezelfde lijn kan er in de toekomst een crop insurance worden opgezet. Diverse landen binnen CARICOM hebben dit systeem al. Bij calamiteiten hoeft de overheid niet in te komen met schadevergoedingen, maar de assurantiemaatschappij. Minister Sildin haalde ook aan dat bundeling van boeren en coöperaties vele mogelijkheden met zich meebrengt voor afzet- en verwerkingsmogelijkheden. Het uiteindelijk doel is om de boeren weerbaarder te maken.